Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en vandaag zijn we op een plek waar we nog nooit zijn geweest, namelijk de provincie Zuid-Holland. En wij zijn hier voor een hele speciale reden, want dit prachtige gebied wordt misschien ooit deel van de provincie Utrecht. En dat is wel een hele speciale reden, want de gemeente Zederik, die u achter mij ziet liggen, die gaat binnenkort fuseren met de gemeente Leerdam en de gemeente Vianen. Die drie worden samen de nieuwe gemeente Vijf Herenlanden. Alleen is er nog één hele belangrijke vraag die beantwoord moet worden. Bij welke provincie gaat die gemeente horen? Utrecht of Zuid-Holland? Nou, Leerdam en Vianen zeggen wij horen liever bij de provincie Utrecht. Maar de gemeente Zederik die zegt we hebben een voorkeur voor Zuid-Holland. Nou, wij vinden het hier zo mooi. Dat kunnen wij natuurlijk niet over onze kant laten gaan. Dus wij gaan vandaag proberen de mensen in Zederik te overtuigen om toch voor die provincie Utrecht te kiezen. En daarom is de kwestie de gemeente Vijf Herenlanden moet gewoon bij Utrecht horen. Binnenkort dus gaat deze gemeente hier fuseren. We staan hier in de gemeente Zederik. En dan moet besloten worden welke provincie het wordt. Zuid-Holland of Utrecht? Wat denkt u? Ik denk van Zuid-Holland. Zuid-Holland, maar waarom kiest... Geboren en getogen Zuid-Holland. Ja? Meerkerk. Dus dat is niet Utrecht. Nee, dat is niet Utrecht. Nee. En wij hebben ook eigenlijk weinig met Utrecht. Dan gaan we ook nog weer richting Gorinchem. Meer met Gorinchem? Ja, iets meer met Gorinchem, ja, als met Utrecht. Oké. Ja. Maar dat klinkt echt alsof het vooral emotie is. Emotie, ja. Ja. Wat ik bedoel, ik ben niet tegen Utrecht, maar we hebben er zo weinig mee. Maar kunnen we u proberen over te halen? Utrecht is heel leuk. We hebben een prachtige domtoren hebben we. Hij is niet om over te halen, nee. Nee, ik dacht het niet. We hebben Henk Westbroek. Ja, heb ik ook niks mee. Ook niks mee, Maarten van Rossum misschien. Vinkenveense Plassen. Ja, dat trek alweer. Hè? We komen even kennis maken. We zijn misschien jullie nieuwe regionale omroep. Nou, welkom. Ja? Ja. Vindt u het fijn? Kijkt u wel eens, luistert u wel eens? Ik luister heel vaak naar Radio Utrecht, het meest nog, via de radio. Mm-hmm. Televisie wat minder. Maar wat die kennismaking om gehad, ja, het is wel leuk, maar dan tref je mij wel verkeerde. Want ik vind toch dat de natuurlijke grens is te lek, vind ik. Ja. En dat moeten we zo houden. Het is, dus dan moet u zegt bij Zuid-Holland blijven? Zuid-Holland blijven, ja, inderdaad. Dat is mijn grootste wens. Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn enquêtes geweest, heb ik niet aan meegedaan. Want volgens mij is het al lang beslist. Ik vind het jammer als het werkelijk door zou gaan. En wat zijn dan de redenen? Utrecht vind ik toch meer een en zeker deze kant van Utrecht, als je Nieuwegein hebt, een stadsgewest. Ja. En wij zijn echt een poldergemeenschap, laat ik het zo maar zeggen. Maar we zijn zo leuk in Utrecht. Ja, jullie zijn hartstikke leuk, dat zal best, maar we krijgen geen slaande ruzie hoor. Nee. Zo is het niet, want ik accepteer het wel, dat is niks mis mee. Dat kan ook niet anders. Dus. En dan erbij een fusie. Ik heb verschillende fusies ook meegemaakt en zelf ook begeleid. En ik heb nog nooit eigenlijk gezien, en dan kijk ik op bestuurlijk vlak, dat het financieel ook goedkoper wordt erdoor. Absoluut niet. Okay. Het wordt zeker aanstaanlijker ook voor de burger. Ja, meneer Van der Velde, we staan hier in Vianen. Daar bent u raadslid voor VHL Lokaal. Vianen, nu nog een onafhankelijke gemeente. Binnenkort wordt dat een fusiegemeente samen met Leerdam en Zederik. Waarom is die fusie nodig eigenlijk? Die fusie is nodig omdat we bestuurlijk krachtiger moeten worden, gezien alle opgaven die van de landelijke politiek naar de gemeentepolitiek wordt verschoven, zoals de transities van het sociaal domein en de omgevingswet die ook naar ons toe komt. Sociaal domein, hebben we de zaken over jeugdzorg en zo, wat de gemeentes allemaal zelf moeten gaan regelen nu? Inderdaad, dat soort zaken. En dat is heel veel werk en dan heb je echt een sterke gemeente nodig met sterk bestuur. Nou, alleen kunnen we dat niet met al die kleine gemeentes. Dan zou je heel veel samenwerking moeten gaan zoeken. Nou, dan zie je op een gegeven moment
komen door de bomen het bos niet meer. En dan ben je ook eigenlijk de regie kwijt. Ja. En dat willen we ook weer niet. Okay, dus voor u, als het aan u ligt, we gaan samenwerken. Die fusie komt, de 5 Herenlanden, 3 gemeentes. Ja. Natuurlijk de hamvraag waar de hele uitzending om draait. In welke provincie moet 5 Herenlanden volgens u komen te liggen? Utrecht of Zuid-Holland? Nou, als je het aan mij vraagt, ik ben natuurlijk raadslid in Vianen en het is algemeen bekend dat de Raad van Vianen unaniem voor Utrecht gekozen heeft. Dus ik heb ook unaniem voor Utrecht gekozen. Nou, waarom doen we dat? Omdat we én ervaring hebben met Zuid-Holland. Tot 2002 hoorden we bij Zuid-Holland. En we hebben ervaring met de provincie Utrecht. En daar hebben we gemerkt dat het in Utrecht voor ons bestuurlijk gezien makkelijker gaat. Dus voor ons is dat gunstig en we hebben die ervaring. Dus wij zeggen Utrecht. In Vianen zijn ze dus, willen ze bij de provincie Utrecht horen. Leerdam wil ook volgens mij liever bij de provincie Utrecht horen. Alleen Zederik, daar is toch nog een beetje verzet. Waar komt dat in Zederik vandaan? Kijk, Zederik is natuurlijk een provincie die van oudsher heel erg gehecht is aan... Gemeente bedoelt u? Sorry. Gemeente Zederik. Die is gehecht natuurlijk aan de provincie Zuid-Holland. Ja. Dat heeft emotionele banden hebben ze ermee. Ze hebben de historische, culturele banden mee. En het is natuurlijk een heel agrarisch gebied. Mm-hmm. En die voelen zich heel erg thuis bij Zuid-Holland. Dus die emotie, die begrijp ik heel goed. Mm-hmm. En ze zeggen ook, en het is buiten de emotie, dat ze dus in het agrarisch beleid in Zuid-Holland beter af zijn. En ze hebben problemen met de gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn regelingen die je samen met gemeente afspreekt om samen iets te realiseren, zoals bijvoorbeeld werk en inkomen. Nou, en daar zijn ze een beetje bang voor dat dat te veel geld gaat kosten als je eruit gaat stappen. Daarom zit Zederik nog een beetje zo van, eigenlijk alles bij het oude laten zou voor ons misschien ook wel fijn zijn. Dat vinden ze prettig. Zederik vindt het prettig om in Zuid-Holland te blijven. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar of het verstandig is, ja, hun zeggen van wel. En dat is in hun goed recht. Wat moet er gebeuren voordat dat eindelijk die knoop wordt doorgehakt? Nou, die knoop die hakken wij niet door. Nee, dat hoeven wij niet te doen. Daar staat u hier zo ontspannen, nu snap ik het. Nou, mede. Maar het is natuurlijk zo, kijk, wij geven een advies. Vianen geeft een advies, Leerdam geeft een advies, Zederik geeft een advies voor de provinciekeuze. Nou, dat advies hebben we gegeven, maar degene die er eigenlijk over gaat en die het bepaalt zijn de Eerste en Tweede Kamer. En als die allebei ja zeggen, het wordt Utrecht, dan gaan we pas naar Utrecht. Maar ze kunnen ook zeggen, het wordt Zuid-Holland. Dus die keus is er nog altijd. Ja, Zederik die zal ook zijn best doen om toch in Zuid-Holland te blijven, want die geluiden gaan gewoon op. De hoorzittingen zijn geweest vorige week van provincie Utrecht in Zederik en in Leerdam. En er zijn er toch een aantal mensen die nog steeds graag in Zuid-Holland willen blijven. Ja, dat is hun goed recht. Mm-hmm. En als ze daar goede moverende redenen voor hebben, prima. En dat hebben ze. En als ze daar ook emotionele redenen mee hebben, is dat ook helemaal goed. En de landelijke politiek, die gaat dat voor ons beslissen. En dus voor ons is het afwachten. We staan hier in Zederik, nu nog provincie Zuid-Holland, misschien binnenkort provincie Utrecht. Wat voelt u? Bent u meer Zuid-Hollander of Utrechter? Ja, ik denk dat ik meer Zuid-Hollander ben. En waar blijkt dat uit? Gaat u vaak daar naartoe? Komt u nooit in Utrecht? Nou, ik ga wel richting Utrecht, maar ik heb zelf geen binding met Utrecht of iets of zo. Nee, meer hier met het landelijk gebeuren. Wij hebben ook echt heel veel mooie landelijke gebieden. We hebben Woerden, je hebt de Vinkeveense Plassen, dat is hartstikke mooi. Dus u wordt deel van de provincie met ook heel veel van dat gebied. Misschien wel iets om enthousiast over te worden. Ja, maar dan zouden we dan wat verder in moeten verdiepen. Ik zou een keer die kant op moeten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Zouden we zo misschien, want de mensen in Zederik, die willen eigenlijk niet. De gemeente wil eigenlijk niet. Zouden we ze zo moeten komen overhalen? Dat we gewoon wat tourbussen inzetten, laten zien hoe mooi de provincie is. Ja, misschien is dat wat, ja. Dan gaan we een dagje uit. Tegenstanders. Ja, een dagje naar Utrecht. Dan gaan we Vinkeveense Plassen. Dan gaan we Bunschoten en Spakenburg zien. Hartstikke leuk, klederdracht. Ja, precies. Ja, dat zou wel een leuk dagje zijn. Ik ga mee. Ja, dat is een gevoel wat je niet kan uitleggen. Nee, maar geloof in mij, iedereen hier in het dorp die is echt inderdaad voor Zuid-Holland. Nou ja, ik kom zelf uit Brabant, dus ik vind het prettiger naar die kant toe. Dat kent me gewoon meer. Dat kent u gewoon wat beter. Ja. Ja, we staan nu nog in de provincie Zuid-Holland, misschien binnenkort de provincie Utrecht. Bent u bang? Ik ben niet bang, maar ik ben er altijd erg van om alles bij het oude te houden. Dat vind ik gewoon lekker en het is klein en ik weet gewoon niet wat er allemaal gaat veranderen dan. Ja, maar ik kom uit de provincie Utrecht. Misschien kun ik u een beetje proberen over te halen. Een beetje enthousiast. Misschien tijd voor een frisse wind, een nieuwe frisse provincie. Ja. Nou ja, wie weet. Nou ja, ik zelf heb zoiets van, ik vind geloof belangrijk. Ik vind landelijkheid belangrijk. Ik vind eigenlijk gewoon onze
kleine gemeenschappen belangrijk. Ja. Heeft de provincie Utrecht er toevallig heel veel van, een uitgebreide Bijbelbelt. We hebben Veenendaal in de aanbieding. Daar heb je gelijk in. Dat is inderdaad. We hebben Bunschoten Spakenburg in de aanbieding. Ja. Mijn familie, die zijn allemaal boeren en zo. En die hebben zoiets van, ja, dat wordt allemaal niks. En met die ruilverkaveling en dan verandert er weer van alles. En weet je, de gemeente Zederik is ook niet overdreven makkelijk of zo. Maar ze zijn wel bang dat er dan nog weer allemaal veranderingen komen. Dat er nog weer minder moeten komen natuurlijk. Want dat is het hele landelijke gedoe. Minder boeren. Minder stront, minder dat alles. Hè. En dat is eigenlijk een beetje waar iedereen een beetje over nadenkt, over lastig vindt. En dus ik hoor het van de zijlijn en dan denk ik van, nou, eigenlijk vind ik het ook gezeik, laat maar gewoon blijven zoals het is. Nog één belangrijk punt, u krijgt er een hartstikke leuke nieuwe regionale omroep voor terug. Ja, zeker. Maar daar luister ik altijd al naar. In de auto staat hij sowieso aan. Als ik uit de auto kom, denk ik, oh, wat een lekkere muziek. Die moet ik even opzoeken. Het zijn meestal de oude lullen muziek natuurlijk. Dat begrijp je wel als je mij ziet. Maar... Nu bent u een beetje aan het slijmen. Maar, Nee. Want ik weet echt niet wie je bent. Dus snap je? Ik heb geen idee. Dit steekt. Blijf maar eens uit Holland. Het spijt me. Oké, nou prima. Regel het. Regel het maar. Super veel tractoren. Allemaal in de provincie Utrecht binnenkort. Speelgoed te koop, snuffelhal. Allemaal van Utrecht. Moet je eens kijken wat we erbij krijgen. Schepkaas. Ik weet niet eens wat het is. Wat? Dit... Ongelooflijk. Ze hebben hier een zebra. En dat betekent dat wij in Utrecht binnenkort ook een zebra hebben. Yes! Woe! Tja, moet de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht horen of bij de provincie Zuid-Holland? De omgeving van Zederik is buitengewoon fraai en met mooie natuur. Dus dat zouden we er maar wat graag bij willen hebben. Tot die tijd claim ik het alvast wel eventjes voor Utrecht en dus ook voor de regionale omroep van Utrecht. Dit was de kwestie. Tot volgende week.